Nou, we hebben lekker gegeten. Het is 20 graden in huis. En nu kun je dus echt heel goed zien. Want kijk, het staat er gewoon echt... Zo, mijn haar weer een beetje in de plooi. Want nou ja, voor de kerstvideo's draag ik een kerstmuts natuurlijk. Ik moest nog een eindstukje opnemen. Goedemorgen, terwijl Google de televisie aanzet, zodat ik zo meteen de derde free practice kon kijken. Want het is race weekend in Turkije deze keer met hele rare tijden. Morgenochtend om 11:15 is de race al. Het zal. Maar het is een beetje glad op het circuit. Dus ik las net dat ze vannacht allemaal auto's hebben laten rijden om wat meer rubber op de baan te krijgen. Ze rijden met banden zonder profiel. Dus dat betekent dat, nou ja, hoe gladder het is, hoe meer ellende het oplevert eigenlijk. Daarom rijden ze ook zo slecht in de regen natuurlijk. Met gewone banden hebben ze speciale regenbanden. Ik ga eerst eens even mijn zalf opzoeken. Ik ben het gewoon weer vergeten gisteren. En dat zie je dus. Ik moet dat echt wel even consequent doen. Ik ga maar even een alarmpje in mijn telefoon zetten, dat ik weer even moet smeren. Want ik heb hem gewoon wel in mijn hand. En ik heb hem ook gewoon wel mee elke keer. Ik vergeet het gewoon. Wat ga ik nu doen? Ik ga eventjes hier de puin zo een beetje opruimen. Straks komt mijn neef om de nest te installeren. Dat ga ik niet filmen hoor. Maar ik wil voor de tijd even stofgezogen echt geweld hebben. Want Puk is er nu niet, dus dan kan ik even lekker stofzuigen. En zo, inmiddels gedweld. En terwijl ik zat te wachten tot het droog werd, de shoplog van onder andere Patty gekeken. Janneke heeft ook een shoplog. Ik heb volgende week ook een shoplog, jongens. Ja. Ik doe dat niet zo heel vaak. Ik vind het niet zo heel leuk om te maken. Dus ja, weet je, het is zo makkelijk. Je laat je boodschappen zien. Ja. Ik vind het leuk om bij anderen te kijken, zeg maar. Om het zelf te maken vind ik het wat minder leuk. Maar ik ga eens mijn schoenen aandoen. De vloer is hier weer lekker schoon. Ik had even stof gezogen en gedweld nu. Even pauze, Patty. Je mag zo verder. En ik krijg zo meteen mijn neef. Dus ik ga even schoenen aandoen. Want ik moet hem even helpen, denk ik, met wat dingen naar binnen sjouwen. Dus ik ga even mijn schoentjes dichtknopen. Nou, daar wijs je een behoorlijk glibberige vrije training. Wat een water op de baan. Zelfs met regenbanden leek het alsof ze op ijs reden. En dat kwam vooral omdat het nieuw asfalt is. Daar komt een soort olie uit. Ja, dat gaat niet zo goed in combinatie met water. Ik zit te wachten tot mijn neef komt. Die zal hier met een minuutje of 10 ongeveer zijn, een kwartiertje. Ondertussen ben ik wat aan het kletsen met mensen via de app. Heb ik al even met mijn moeder gebeld, met mijn eigen gebeld. Die bij... Sorry, mijn moeder is. Kopje koffie gedronken. Vaatwasser aangezet. Boodschapje gedaan. Nou, dat was het wel, denk ik. Dus ik ga nu nog heel even kletsen met iemand. Dan ga ik de amaryllis die de bloemen uit heeft afknippen en in de tuin zetten. Dan kan die daar nog even doorgroeien met blad krijgen en zo. En ga kijken of er in de schuur een nieuwe is die al stiekem een blaadje heeft. Oeh, ja, daar was ik een heleboel tijd later. Inmiddels is de kwalificatie geweest, max tweede. Jammer dat Stront net sneller was op de intermediates. Maar wij hebben een Google Nest hangen. Dus we kunnen nu op afstand de temperatuur. Hij gaat zijn eigen programma bedenken wat het best bij ons past. En ik ben bezig met het maken van boerenkool. Ik ga eventjes zo lopen. Ik moet even iemand uit beeld houden. De boerenkool staat daar voor te koken. Daar worden spekjes uitgebakken. Aardappeltjes die liggen al daar klaar. Geschild en wel. We gaan straks lekker smikkelen. Nou, de boerenkool die staat op. Kijk, pannetje. Daar zit een rookworstje in. Spekjes staan hier in een klein bakje. Ik bak altijd wat meer. En dan doe ik de helft er doorheen en de andere helft gaat in de vriezer. Werkt perfect. Dan heb je nooit te veel spekjes. En ze blijven gewoon goed ideaal genoeg. Ik was ondertussen Dash en Lily aan het kijken. Het is een serie op Netflix. Inmiddels ben ik al bij de laatste aflevering volgens mij. Maar het is wel heel erg grappig om te kijken. Wel mooi bedacht. En ik heb lekker zitten diamond painten. Inmiddels heb ik alweer een heel stuk af. Oh, dat waren mijn voeten. Kijk. Ik ben nu, nou hieronder ben ik bezig. Ik heb ook alweer een stukje gedaan. Langzaam maar zeker. Ik vind het heerlijk om te doen. Het is...
Lekker ontspannen. Nou, en dat wordt echt heel mooi. Nou, we hebben lekker gegeten. Het is 20 graden in huis. En nu kun je dus echt heel goed zien. Want kijk, het staat er gewoon echt levensgroot op. Hoe warm het is in de woonkamer. 20 graden. Prima. Warmer hoeft van mij ook niet. Maar ik wilde eigenlijk even een rondje gaan lopen. Het is nog een beetje vochtig. Het is niet helemaal droog. Maar ik moet ook nog douchen, mijn haren doen. Nou, dat is nu met dit systeem best wel heel veel werk. Want het moet eerst gewassen. Dan moet er een masker in. Dan moet er crème spoelen. Of eerst crème spoelen, dan een masker. Dat moet er poos zitten. Dan moet ik dat weer uitspoelen. Dus ik ben een beetje dubio. Of ik heb vanmiddag ook al een rondje gelopen. Of ik nog een rondje zal gaan lopen. Daar ga ik nog even met mezelf over dubben. Ondertussen was ik gezellig aan het kletsen met een vriendin. Heb ik de video van Patty alweer gekeken. De zaterdagse vlog. Ik ben benieuwd hoe lang ze nog weekvideo's gaat maken. Want ze maakt er zoveel materiaal. Dat ze deze week al de hele, elke dag is gaan vloggen. Dus ik ben heel benieuwd of ze straks ook weer lekker elke dag gaat. Ik vind het wel heel gezellig. En dan nog heb ik nog dit dilemma. Deze. Ga ik doen. Beginnen met openmaken ergens eind november. Of ga ik hem in één keer unboxen en 24 december laten zien. Laat me even weten in de reacties. Dat red ik geloof ik nog net. Moet ik heel even op mijn telefoon kijken of jullie daar nog over mee kunnen kiezen. Even kijken. Even kijken. Ja, als jullie voor morgenavond doorgeven hier onderin de berichtjes wat jullie leuk vinden. Eén video waar ik in één keer een adventkalender van de Yamin unbox. Of elke dag één cadeautje en dan start ik. Ik denk, moet ik even spieken hoor. Dan komt die laatste opnamesviering. 1, 2, 3. Een week eerder. Even spieken, 3. Dan start ik zeg maar eind november al. Voor jullie is dat dan begin december natuurlijk. Het is logisch. 1 december moet dan de eerste online komen, denk ik. Dus dan begin ik eind. Begin ik al een weekje eerder. Laat maar even weten wat jullie ervan vinden. Dus één video. Of elke dag een klein stukje. Ik ben lekker al wat een jaar aan het kijken. Heb mijn haar al even gewassen. Nou, ik ben gewoon lekker gaan douchen. Nu moet het weer drogen. Het droogt slecht vandaag. Dus ik ga zomaar even de diffuser erop zetten. Dan kunnen we morgen weer verder. Maar ik ga naar boven verhuizen. Emily zit hier achter me te knutselen. Nou ja, nu is het er even niet. Maar ze is Xbox aan het in- en uit elkaar halen. En dingen veranderen en doen. Dus nou, dat is helemaal prima. Ik neem lekker mijn Switch mee. Jullie krijgen een nieuwe accu. Dus ik zie je morgen terug. Goedemorgen. Zondagmorgen. En ja, ja. De Sinterklaas is geweest. Alleen toen Sinterklaas kwam stond mijn schoen er nog niet. Die stond er wel hoor. Echt. Maar Sinterklaas is creatief. Die heeft gewoon een sok gepakt. En daar zit dus een Harry Potter minifiguurtje in. We gaan eens kijken wie erin zit. Ik heb geen idee. Ik heb er nog eentje. Oh, hier gaat dat niet. We gaan dat hier maar even doen. Ik ga hem even openmaken. Ga even kijken. Het is een mannetje. Maar wie is het? Moeten we die even openmaken. Met een pak. Oh, ik denk Gilderoy Lockhart, als ik het zo zie. Denk je ook niet? Ik weet het niet. Nou, we gaan even kijken wie het is. Het is James Potter, de vader van Harry. Zal ik even zijn pruikje een beetje recht doen, zo. De vader van Harry is het. Tof. Die komt bij Madame Sprout. 10:30 ochtends en wat doen we? Formule 1 kijken, want die begint over 3 kwartier. Nou, niet eens 3 kwartier. Dus ik ga lekker racen kijken. Oh ja, en natuurlijk hiermee bezig. Ondertussen. Nou, Hamilton wereldkampioen. Hij heeft echt klasse gereden, dat moet ik toegeven. Net even iets meer rust in zijn kont dan Max. Maar die probeert het wel om van alles en nog wat te doen. Die stond dus een paar keer achterstevoren. Bottas had een hele slechte race. Die deed niks anders dan pirouetjes maken. Nou ja, goed. Het was wel een toffe race om te kijken in elk geval. Ben lekker opgeschoten met de Diamond Paint. Op een gegeven moment wel weggelegd. Want nou ja, dat wil ik toch de race graag zien. En Vettel op het podium. Yes! Dat vind ik echt super tof.
Eigenlijk wilde ik gaan lopen, maar zoals je kunt zien, regent het hier. Dus ik ga niet lopen. Ik ga zo meteen nog even video editen. En dan dat ook maar weer klaar. Ik denk, misschien kan ik straks nog even een rondje lopen. Maar nee, het is echt de hele middag regen. Misschien vanavond. En het is nu 1:30. Normaal gesproken ga ik nu ongeveer voor de tv zitten voor de Formule 1. Maar die is nu al afgelopen. Dus dat geeft mij de gelegenheid om lekker wat video's te gaan editen. Voor de kerst ben ik daar in elk geval mooie tijd mee. Toch? Zo, mijn haar weer een beetje in de plooi. Want nou ja, voor de kerstvideo's draag ik een kerstmuts natuurlijk. Ik moest nog een eindstukje opnemen. En een beginstukje van de video. Maar die zijn nu klaar. Dus ik ga video editen en dan gelijk inspreken. Want het zijn knutselvideo's met een voice-over. Dus daar ga ik even lekker mee aan de slag. Even lekker kerstmuziekje opzoeken om eronder te zetten. Dat ga ik eerst eens even doen. Ik heb van vorig jaar vast nog wel wat staan. Dus ik ga lekker gewoon iets kerstigs zoeken. Zachtjes op de achtergrond. Niet iedereen vindt dat leuk. Maar ik doe het hele jaar al zonder. Met kerst doe ik het lekker net. En... oh, wat hoor ik nou? Wordt boven een game gespeeld. Nou, video 1 van de kerst staat nu in de render. Video 2 kan ik maken. Video 3 ga ik nog maken. Ik heb 1 video weggegooid. Het resultaat was gewoon heel erg lelijk. Simpel. Kan ook gebeuren. Maar gelukkig had ik nog iets achter de hand. Dat scheelt. Inmiddels regent het nog steeds heel hard. Het waait inmiddels ook heel hard. Ik ga denk ik lekker beneden een poosje wat andere dingen doen. Ik moet nu wachten tot dit uitgerenderd is. En voor de oplettende kijker, die moet maar even opletten wat er anders is aan het intro en het outro. Daar heb ik iets aan veranderd. Ik vond nog steeds het intro wat ik had van de 12 Days of Christmas van vorig jaar superleuk. Ik denk, die ga ik nog gebruiken. Het is eigenlijk de 12 Days Before Christmas, hè, maar er staat de 12 Days of Christmas. Nou goed, dat zijn maar zo. Nou ja, hier kan ik weer wat opruimen. Dat wat ik heb gebruikt. Die eventjes hier neer. Daar staan normaal gesproken altijd dingen op. Ik heb overigens een nieuwe orchidee geplant. Die gaan even omdraaien. Zo. Want die andere heb ik weggegooid. Die bol was echt gewoon helemaal zacht geworden. Dat is normaal hoor, als er zo'n wakslaag om zit. Maar er zit nu een hele grote hier. En ik zag hier al ergens weer een klein beetje lichtgroen. Kijk daar. Dus... misschien komt er gewoon al wel weer wat uit. Ik ben de Crown aan het kijken. Ik had seizoen 3 nog niet afgekeken. Ik moest heel erg wennen aan de nieuwe koningin en zo. En, nou ja, dat is er eigenlijk niet van gekomen. Dus ik denk, ik ga het nu maar afkijken, want het nieuwe seizoen staat erop. En daar zit Diana onder andere in. Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Het is hier nog steeds donker en vooral heel nat. Dus ja, het is even niet anders. We gaan zo eens even bedenken wat we gaan eten. Ik weet het nog niet. Ik heb nog een... kippensoepje in de koelkast staan. Of in de diepvries. Ik denk dat ik die er lekker uittrek. Emily eet niet hier. Dus ik gok erop dat dat hem gaat worden. Ja, daar heb ik zin in. Het gaat kippensoep worden. Zo, weer beneden. Was iets niet goed gegaan met renderen vanmiddag. Dus ik dacht, oh, ik kan verder met de volgende video. Maar dat werd hem dus niet. Dus dat was wel even balen. Ik had een nieuw effect geprobeerd toe te passen. Daar hoeven jullie dus ook niet meer naar te zoeken nu. Want dat was dus in de intro en de outro. Maar blijkbaar kan ik dat niet zo editen. Dus ik ga nu maar... deze video heeft het dan nog even niet. En dan ga ik het intro maar even bewerken. Dat het dat wel heeft. En dan het outro maar niet. Het zij zo. Ik ga nog even lekker naar de Crown kijken. Want ik moet nu wachten tot 7 uur voordat deze klaar is. Het duurt een pauze. Want het is met een voice-over dus... nou, nog niet gelukt het renderen. Ik weet niet wat er fout gaat. Maar inmiddels weet ik wel dat er een kijker jarig is vandaag. Laura, vanuit gefeliciteerd met je verjaardag. Ik heb je ook al via Facebook gefeliciteerd. Laura is het, de zus van Bianca, zusje van Bianca. En ja, die heb ik even gefeliciteerd. En vandaag is ook een Sandra jarig. Want ik kijk in mijn agenda en daar zie ik Sandra staan. Dus Sandra, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Hele fijne dag. Ik ga de bladzijs omslaan. En dan zie ik dat er morgen iemand jarig is. En zaterdag en zondag. Dus wordt een drukke week vol met verjaardagen. Nou ja, allemaal vlogkijkers. Dus superleuk. Wil je nou ook gefeliciteerd worden? Op Instagram kun je mezelf mij terugvinden. Vraag het Suzie. Dan staat er in mijn verhaal, zeg maar. Daar, nou, als je op mijn plaatje klikt en je gaat dan naar beneden kijken. Een
Happy birthday to you plaatje. Dus daar kun je onder je verjaardag neerzetten. Dan zet ik je in deze nieuwe agenda van 2021. Deze. En dan ga ik hopelijk gaat het me lukken om je te feliciteren. Maar ik ga nu even worstelen met dit programma. Nou, ik blijf maar even boven. Puk ligt inmiddels al in de mand. Die hebben we al even opgehaald. Ik ga lekker op mijn bed liggen. Lekker tv kijken. Dat is dierenartsen. Down under. Ik trek lekker een pyjama aan. Ik ga heerlijk lang uitliggen. En dan wachten totdat die klaar is. Hopelijk duurt dat 3 kwartier nu. Ik weet niet waarom hij zo raar aan doen is vandaag. Ik heb andere video's geëdit. Er is niks aan de hand. Nou ja, even afwachten. Ja, en dan met een just out of bed look kom ik erachter dat ik geen eindje aan deze video heb opgenomen. Dus bij deze een eindje maken. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Het was een fijn weekend met een lekkere race. Lekker genoten. De nest opgehangen. Kortom, ik vond het een prima weekend. Ik wens je in elk geval een hele fijne dag als je deze video's morgen eens kijkt. En kijk je 's avonds. Slaap lekker. Voor je dromen. Tot morgen in een nieuwe video. Doei doei!